Ze is een fenomeen in de taekwondo-wereld. Resmi Ogink, hier te zien in de finale van de Grand Prix een maand geleden. Ze versloeg de top 8 van de wereld en won het prestigieuze toernooi. En sindsdien behoort ze echt tot de wereldtop. Ik heb al heel veel respect afgedwongen binnen de taekwondo-community. En ja, in Nederland, dan wil iedereen, die vindt dat natuurlijk prachtig. Die kinderen die ik spreek, die zijn gewoon, die zien mij als een held. En dat is wel leuk. Ik beleef het niet zo, maar ik was laatst op een trainingskamp. En daar wou iedereen met mij sparren. Het maakte niet uit wie het was. En dan komen de kleine meiden die komen van, oh, mag ik een keer met je sparren? Ja, dat is gewoon geweldig als dat voorkomt. Er zit voor Ogink ook een nadeel aan het succes. Nederland is een relatief klein taekwondo-land, met als gevolg dat ze op eenzame hoogte staat. Dit weekend werd ze zelfs Nederlands kampioen zonder te vechten, omdat niemand anders zich inschreef. Dit hoort ook enkel te zijn, maar die is bij mij dubbel. Omdat vaak tegen wat zwaardere mensen vecht. Vorige NK heb ik inderdaad mijn voorronde gedraaid. Die heb ik heel goed gewonnen. Dat was met 12 punten verschil en in de finale heb ik iemand KO geschopt. Ja, dus ik denk dat Nederland wel uitkijkt in mijn categorie. Ze durven niet meer. Nou, ik hoop het wel weer straks. Pasha! Pasha! Ik ben een van de sterkste. En ik wil altijd winnen en dat resulteert altijd in... Dat ik mijn partijen soms heel spannend maak, maar uiteindelijk gaat het erom wie het langste kan volhouden. En ik wil graag winnen en dat resulteert vaak in gouden medailles. It spins in there, that's great to see. Oh, just put a heavy impact. Goes up there for the headshot. Very strong mentally is Reshmi. Pushes here and she means business. Dat ik sterk ben, bedoel ik meer lichamelijk sterk. Gewoon dat ik gewoon veel kracht heb. En als ik gewoon een hele goede conditie heb, dan kan ik eigenlijk over iedereen heen walsen. En dat is wel een van mijn sterkste krachten. Ik wil eigenlijk het liefst door mijn tegenstander heen. En dat is wel heel erg belangrijk bij ons. En vooral voor mij. She goes up for the headshot. Waar raak jij je tegenstander het liefst? Op zijn hoofd. Ja, het liefst op zijn hoofd. Op zijn hoofd of een gedraaide techniek op het lichaam. Heb je dan voordeel met jouw lengte? Nee, niet meer eigenlijk. Ja, niet meer. Ik ben gemiddelde lengte nu. En ik moet tegen meisjes die nog groter zijn als mij. Maar in principe, als je slim bent, heeft lengte ook geen voordeel meer. Ogink moet veel zelf regelen en traint vooral met haar broer. Dit in tegenstelling tot veel van haar concurrenten uit grote taekwondo-landen, die bakken met geld verdienen en grote sterren zijn. Desondanks kan Ogink zich dit jaar al kwalificeren voor haar grootste doel, de Spelen in Rio. Nu is het vasthouden van een top 6 positie is dit jaar doelstelling. En zodra ik einde 2015 in de top 6 blijf staan, dan heb ik een ticket naar Rio. Als ik naar Rio ga, dan wil ik ook voor goud gaan. Dat is één ding wat zeker is. Ja. En dat kan ook? Het kan ook en het is ook gewoon heel realistisch. Ik bedoel, als ik van al die topdames kan winnen, dan kan ik ook in Rio shinen, laat ik zo zeggen. Very well deserved gold medal for Reshmi Ogink from the Netherlands.